Ietsje naar rechts moeten we varen. Yes. En dan rijden we. Dan varen we er recht op af. Alright. Oké? Okay? Yes. Zo, mag ik even wegvaren? Zal ik het even doen? Boop je. Waar ben jij überhaupt? Wat? Oh my days! What the hell? Yes! Hoe de fuck ben je dat gof? Je rijdt net zeker, hè? Ja. Dude, that's amazing. Nice, good job, man. Even kijken, race anchor. Ja, hij moet weer omhoog. Jeet. Max, kom eens even helpen. Dit gaat veel te traag zo. Kom eens op. Schiet op. Goed zo. Let's go. Fuck jou, Max. Yes. Alright. Dan de zijde weer eventjes recht. Voor de volle wind mee. Zo. Zankie, pankies. Het was iets naar links volgens mij. Rechts, dacht ja, rechts. Zag ik iets op... Oh ja, 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 dat was hem, ja. Dat was hij daar zo. Marauders. Ik zie hem al. Ik zie hem al. Yes. We hebben maar drie kisten. Ja, hey, en als we er vier hebben... Oh, niks van ons schip! Ja, ja! Nee, dat is van yes! Ja? Ja! 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 Niks ja! Van onze enemy wow! Ship! Niks van onze enemy ship! Zie! Gaan we ze pakken? Hij is wel heel ver en hij gaat niet onze kant op. Truly. We hebben oké, okay. Dit is in ieder geval het bewijs. We zijn met meerdere mensen en we hebben niet voor niets kanon aan boord. Oh, de battles will come. Hier een kanon. We kunnen zomaar eens één zieke battle gaan hebben op het water. Dat is yes. Gewoon een mogelijkheid. Dat is een possibility. Dat is zeker een mogelijkheid. Yes. Ik ga beneden even kijken. Even zien. Ja, alleen beneden dat rare lager, jongens, ligt niet aan mij. Ligt aan het spel, maar dat is gewoon een beta, ja. Bug, weet je wel. Je kan je zo niet kwalijk nemen, ik wil het zeggen. Waarom geen peak is trouwens? Nee. Right? Ja. What the hell? Ja. Ja, we hadden er twee opgegraven van de schatten. Weet je nog? We hadden de schatkaart, hadden twee opgegraven en het riddle. Dus dat is drie. Ik heb dik. Of nou ja, net. Dat was in de vorige aflevering. Oh, de hik is altijd fijn. Vooral als je lekker aan het opnemen bent, dat is nog een killer. Oh ja, ah joh, ben je wel achter kapitein? Je hebt waarschijnlijk net bier gedronken. Gooi het op de riddle. No, Max, don't. No. Nu word je drunk as fuck. No. No. Oké, okay, wait, ik join it. Let's go. Let's drink a beer! Yes! Let's do that! Yes! That's a great plan! Yes! It's yes! So yes. Dronken een video opnemen, vraagteken! En nu lekker muziek spelen! Jij. Oh, ik hoor jou al kotsen! Nee, ik kots niet. Ik hoor je. Ik ben aan het hikken. Je bent nu in-game ook aan het hikken. Kom hier. Kijk, kijk, komt ie! Oh. Wat vals, man. Ah, oh, wat shit! Oh, kijk, Max, niks is de eiland! Hoe ben jij het eiland? Pas op! Ik kom de trap niet op! Ik kom de trap niet op! Ik kom de trap niet op! We gaan naar de zee waar we niet heen moeten, want anders is sick, man. Help! Oké, let's go! Oké, yes! Oké, got the wheel! Oké! Ik ga deze normaal sturen! Woo! Yes! Go that way! Ah, je hebt ondergekotst! Phoenix! Ah, ik kotste zelf onder! Gast! Hoe de fuck moet ik nu sturen? Ik ga net een scheid! Oh, nu zie ik het wel weer. Oh, wat is het vals! Ja, ik wil wel helpen met de zeilen, maar... Oh, Jesus! Oh nee, ga jij maar kotsen in de emmer ofzo, dude. Echt, fuck sakes! Oh, je bent speelt zo vals! Het is zo terrible! Gast, je bent weer ondergekotst! Ik zie niks! Nou, welkom aan Sea of Thieves, jongens! Gast! Oké, ja, we gaan er echt op af. Yes! Oh, het is zo vals! Het is zo vals! Jij hebt letterlijk geen toegevoegde waarde momenteel, Max. Oh, wat is het erg! Mijn tenen gaan er van overeind staan, echt waar! Oké, Max, gooi het cel omhoog, kom op! Ik waar is het cel hier dan? Kom op! Do it! Doing it. Good stuff! Niet helemaal. Oké. Max. Jesus Christ. Bijna! Gooi ze maar helemaal omhoog het cel, als je dat nog niet had gedaan. Oh, had je al gedaan. Oh, ja, nu pas. Oké, en dan mag je nu het anker erop gooien. Yes! Yay! Ja! La la! Jeet!
Oh, wacht. Max. Yes. The bee. Yep. What? Fire yourself. Yes. I will catch you. Not so far. I will catch you, Roy. Here, on the island. Yeet! Roy, come here. Hello. You smell. Fuck's sake. Alright, Max. Reading this map, a clue you will see if at the seahorse on the east beach you're standing by. Max, dit komt mij bekend voor. Een seahorse. Hebben wij deze niet als eerder? Nou, niet in de aflevering hoor, maar volgens mij hebben Max en ik deze wel eens eerder gevonden. I do not know for sure. We moeten naar het oosten. If I'm not mistaken. The seahorse on the east beach. On the east beach, ja. En het is dus een seahorse, oftewel een zeepaardje. Dan gaan we die kant op. Waar is het oosten? Het oosten is die kant op. So, let's fucking go. En ik pak ook een lamp. Want holy shit, it's dark as fuck. It's dark as fuck. Ja, het is echt super donker. Voor jullie is het waarschijnlijk veel makkelijker om te zien. Als je bent, dan heb je geen lamp meer, hè. I know, but hey, that's fine. Damn. Hey, een schip, enemy ship. Recht voor ons. Yes! Oh, shit! Ja, nee, ze gaan schuin. Ze gaan niet recht op ons af, hoor. Nee, zie je? Ze zitten in de storm, ze moeten eruit. Zullen we zelf de kist pakken? Ja, we gaan sowieso deze kist pakken, maar we moeten wel oppassen, oké? Ja, ja, ja. Goed, seahorse. Zijn we nu al een beetje bij de east? Een soort van. Ja, dit is de east beach. Oké. En hier zou dus een seahorse moeten zijn. Een even mijn lampje pakken. Is dit de seahorse? Nee, wat? Wat is een seahorse? Dit is een daar zijn we aan. Ja, dat is inderdaad geen seahorse. De oostzijde. Het kan nog verder die kant zijn. Yes. Het moet echt op de beach zijn. Ja. Yep, maar let vooral op stenen, hè? Op tekening op stenen. I know. Ja, found it! Een seahorse. Seahorse 6. Yes. En wat moeten wij doen bij de seahorse? Sentry sounds, please. De map lezen. Ah! Yes! Wow. En dan zie je, nu komt een nieuwe riddle. En dat is dus walk to the mermaid gatekeepers on the northeast beach, then honest toil. Then honest toil? 5 paces north. Honest toil? What the hell? Oké, okay, nou in ieder geval naar de northeast. Mermaid gatekeepers. Back this way. Northeast gatekeepers. Dus de mensen die de poort beheren als het ware. Is dat... North... Maar northeast, dude. This way. No. We lopen nu naar northwest. Nee, dit is northeast. Zie je? Kijk maar. Dit is northeast. Ja, oké, oké. Ja, sure. But hey. De gatekeepers. Oké. Hij hands are freezing, by the way. Holy shit. Dan heb je het koud. Ja. Brrr. Maar het moet op de beach zijn, toch? Niet? Weet ik niet. Volgens mij stond dat er niet. Walk to the mermaid on the northeast beach. Then Honest. You're goddamn right. Bouta. Oké. Laat ik even mijn lamp pakken. Oké. Found it. Wat? Look. Oh damn. Ja, dit zijn sowieso wel de gatekeepers, must be right. En dan? En wat staat er dan? Vijf plekken noord? Het zijn 5 stappen noord gewoon, letterlijk. 5 stappen noord. Dus. Wel, 1, 2, 3, 4, 5. Misschien hier. 3, 2, 1, go! Jeez. Yes! En welke kist is het? Ah, normale. Ah, het is een shitty one. Het is je hebt nog een erger, hè? Het is een kist. No? Alright. I play music. No, you get it. Dat was mijn plan. Ik wil ook lekker muziek gaan spelen. Maar hey, ik ga eens kijken of die gasten al in de buurt zijn. Ja, neem ik aan. Dat is geen schrik. Ik ga eens over mijn raam liggen, want ik ben een freezing. Hoe dat bij freezing komt? Nou, mijn handen, heren. Ah, ik zie ze wel nog, maar het is gewoon heel ver weg. En ze gaan inderdaad gewoon de andere kant op. Compleet aan de kant op, volgens mij. Of komen ze toch op deze kant op? I don't know, I can't tell. Omdat ze hun lichtjes uit hebben. Smart play. Wat een mooie avond. Ben jij alweer bij de boot of zo? Bijna. Alright, I'm coming. Almost. I'm coming. Goed, we hebben deze riddles ook opgelost. En nu heb ik geen riddles meer. Dus dat betekent dat deze hele voyage gecomplete is. En we hadden natuurlijk wel een aflevering 1. Je moet zeker even kijken als je deze aflevering wel hebt gezien, maar niet de eerste. Dus namelijk het vervolg daarop. Daarna hadden we dus de voyage begonnen. En nu hebben we de voyage als het ware beëindigd. En nu gaan we weer een nieuwe voyage doen. If you ask me.
Dus wat we dan gaan doen, we gaan naar een outpost toe. Hallo, thanks for your music. En dan gaan we de kist even verkopen, krijgen we lekker geld voor. En dan gaan we weer verder, denk ik. Even yes. Kijken, dus ik zet wel van Waypoint op een outpost. Daar was je al mee bezig. We gaan deze Plunders outpost. Dus gelijk zijn we ergens anders op de map een beetje in de buurt. Zo, ik ben, maar dan ga je wel ver varen. Ja, maar kijk waar we vandaan komen. Kijk waar we vandaan komen. Oh ja. Oh ja, point ook echt op de map. Hoe doe je dat? Wacht. Ja. Hier, jij bent aan het pointen nu op de map. Ja, dat is zeg maar de animatie die je hebt. We zeiden nu eens dat jij jouw animatie zet je gewoon naar start. Oh, dat is wel echt sick. Goed, ja, laten we daarheen gaan dan. Dat is richting Southeast. Richting Southeast, het wordt weer lekker dag, dus dat is ook mooi. Dus hey Max, werk in de winkel, let's go. Klingelingeling. Klingelingeling, kapitein, we gaan er weer vandoor. Eerst eventjes natuurlijk het anker omhoog, hartstikke idee. Dan draaien we langzaam en dan jeet. Dan gooi ik ze wel vol de wind als dat kan. Niet, maar we gaan straks naar rechts, dus wacht maar even. We gaan hier rechts op het eiland heen. Dus... wind tegen hebben we. Oh, man. Of daar zo meteen een wind mee. Even na besteking. Jura, zeker. Kijk, let's go. Hier, zie. Ja, vol de wind, jongens. Zuid-East zijn, ja? Jammer. Volgens mij wel, ja. Ook eens even kijken. We gaan nu. Nee. Ja, ik zei wel South-East, alleen het is het dan blijkbaar niet helemaal. Je moet gewoon richting East. Oh. Meer naar links sturen. Oké, ik zie denk ik al. Heel ver. Het is echt heel ver. Dus waarschijnlijk het eilandje dat je nu ziet, dat is er niet eens. Klopt, nee, we hebben hem erachter met de punten. Hey, ik zie daar weer nog steeds die boot, hè? Waar? Ja, in de verte gewoon. Hij is daar aangeland, aangemeerd. Ga natuurlijk naar links. Wil je er naartoe? Ja. Waar is hij? Volgens mij staan ze stil. Ja, weet ik niet hoe dat heet. Maar ik zie niet dat ze daar staan. Is het nou recht? Vol wie mee nu, hè? Holy shit, hè? Precies, dan gaan we battelen, maar dan hebben we wel kans om alles te verliezen, als we gaan battelen. Ja, that's the risk, you know. What are we going to do? You know? Nee, maar kijk, volgens mij zijn zij op het eiland namelijk. Ze hebben het anker uitgegooid, dat weet ik zeker, want ze staan stil. Dus, ze zijn waarschijnlijk op het eiland, denk ik, een schat aan het zoeken. En dan gaan wij ze zo meteen niet vermoeden raiden. Yes! How about that? Good plan. Apart, dan laten we gewoon een zip schinken. Ja, laten we dat een doen. Een zip schinken. Een zip schinken. Ja, in plaats van het schip schinken, laten we een zip schinken. Laten we het gewoon doen. We gaan een zip laten schinken. Maar dan kunnen we alles kwijtraken. De risk is there. Hey? The risk is there, what? Dat we alles gaan verliezen. No. That's the risk. Yes. Yes. Maar ze zijn op het eiland. Ik maak me niet zo'n zorgen, eerlijk gezegd. Ik pak kanonballen. Hoppakee. En als jij een beetje kwaliteit ernaast kan leggen, dan schiet ik hem gewoon helemaal kapot. Nu nog even tijd voor muziek. Om onszelf goede moed in te spreken. Ik blijf wel een beetje om ons heen kijken. Yeah. Yes. Ja, we gaan ze smaken. Solo. We maken ze echt helemaal kapot. We maken ze echt helemaal stuk. Ik schiet zo met mijn kanon en dan gaan ze kapot. Ik laat het je wel zien, het is inderdaad een risico. Maar dat komt helemaal goed. Kans. Is aan de andere kant of deze kant van het eiland? Ze liggen nog steeds stil, zie je? Klopt. Zie? Alright. Well, cannon! Yes. Okay. We gaan in de rechterkant voor hun staan, want anders knallen we tegen het eiland uit. Ja. Het is fijn. Alright. Yes. Going the right way. We hebben nog steeds volle wind. Oh, ze zien ons never nooit aankomen, right? Of nee, want ik kan hier ook keren. We kunnen voor het eiland kunnen opkeren. Amazing. Oké, dus dat gaan we doen? Zeilen alvast een klein beetje omhoog. Ja. Right. We gaan het doen. Are you ready? De rechter kanonnen worden de kanonnen die we gaan gebruiken. De rechter kanonnen. De rechter kanonnen? Ja. Hou. Trust me on this one. Zo direct, juist moet je ze omhoog doen. Ja. I'm waiting for your call. You are my captain. Yes. Captain Blackbeard. Captain Blackbeard. En nu?
Omhoog. Niets. Een klein beetje nu. Omhoog. Omhoog, omhoog, want de zeilen hebben nu al helemaal omhoog. En dan het anker in. Nou, doe maar niet het anker. Dat hoeft niet. Ik houd het stuur al bij. Oké, okay, fire me ready. Fire me ready. Alright. We liggen wel een beetje ver, man. Ja, maar dat is juist goed. Dan kunnen ze goed hitten. Dus gewoon helemaal de dingen, weet. Ze schieten terug. Ze hebben gemist. Okay, het anker moet... Oh, ik heb ze vol getikt geraakt. Oké, probeer zoveel mogelijk laag te raken. Dat ze goed zinken. Ja. Maar zij komen nu... Shit, zij komen nu op de positie. En wij niet. Zie, ze varen. Ik ben aan het turnen. Oh, shit. Okay, rechterkanon. Wij kunnen ook vuren. Komt goed. Oh, shit. Fire. Want ik... Ik hoorde hem! Oh. Hij is alone volgens mij, die guy. Oké. Zal ik ze rammen? Andere kanon. Ik ga ze rammen. Roy. Oh, nice! Dude! Holy shit! Flash 7-2. Link kanon. Nu. Link kanon. Oh, perfect! Blijf zitten. Oh, dat is perfect, dude. Oh, waarom zitten we onder water? Wat de hel? Zijn we gehit? Kijk of we gehit zijn. Ik zit onder water. Bij mij. Oh, nu niet meer. Wat de hel? Dat was echt een vage glitch. Oké, we kunnen dus mee. Oké, okay, niet bullet wasten. Hier niet aan bullet wasten. Nee, hè? Nee, denk dat ook niet. Oké, pak weer nieuwe kogels. Ze hebben ons nog 0 keer geraakt. Klopt. Wij hebben wel een paar keer. Oké, ze keren weer om. Volgens mij. Oké. Holy shit, dat is epic, jongens. Oké, komt hij weer aan de schip. Let goed op in zeil. Als zij een zeil in, dan moeten wij dat ook doen. Oké. Max, wait. Je gaat nu een beetje... Ja, klopt. Oh, nee, oké. Komt goed. Als zij nu die bocht maakt, zijn ze fucked. Kijk, komt ie. You ready for it? Fire, we're ready. Ready for it? Ja, go. Ready for it? Go! Fire! Oh, fire! Ogen. Oh nee, perfect! Die hitte, dat was niet. Oh! Oh! Pas op. Je gaat nu mee. Stop. Oké. Perfect. Woe! We hebben ze gehit, zij hebben ons niet. Kijk, check even voor hits. Wacht. Het is zonde van de bullets, zonde van de bullets. Nou, weet ik niet hoor. Jawel, want we hebben er al niet heel veel. Oh. Okay. Daar is de paard. Dude, we zijn echt in een cirkeltje aan het rijden, aan het varen. Oh. Ik try to waste bullets. Dude, hoe was die mis? Watch out, hè. Want als wij bij oude bullets zijn, dan moeten we vluchten. Dan zijn we doomed. Oh, shit. Mis. Oké, nu is het perfect. Nu hebben wij de high grounds. De high waters. Perfect! Ja! Perfect! Got it! Oké, fire ready op de achterkant. Ja, I'm trying. Pas op, je moet wel een beetje inschatten, aangezien we even vaart maken. I know, daarom. Je kan hem nooit maken. Dit wordt perfect. Not yet. Ja, maar, ze hebben nu zicht. Oké, linker kanon. Fire ready, nu. Linker kanon, snel. Fire! Nee, ik red het niet. No? Nope. Nu wel, high ground. Ik zit net onder water, ik heb de onderwater glitch ofzo. I don't fucking know wat dit voor crap is. Perfect, ze gaan ons proberen te rammen, maar het lukt niet. Ik ga ze niet redden. Oh! Rechterkant. Ja, going. We hebben ze goed een aantal keer gehit wel. Ze blijven wel die pijlen. Ik zit weer onder water, het is zo weird. Oké, fire we're ready boy. Oh! Ze gaan ons rammen. Let's try. Perfect. Blijf witten, blijf er. Redden ze niet. Oh, zit ons goed, zit ons goed. Ja, I know. Ik kan ze ook niet raken. Check de achterkant. Ja, oké, ga ik nu doen. Ja, found it. Kut, ik moet planken hebben. Waar pak ik die af? Maar 5, fuck, we moeten nu 5. We hebben nu perfect fire rate, hoor. Ja, ik kan niks doen. Mm-hmm. Dus jij moet het even doen. Ik zit weer onder water. Wat een rare glitch is dit. Oké, geprepared. Fuck, zo. You can't shoot, man. Oké, we gaan die steen hopelijk in het voordeel gebruiken. Oké, ik moet ook even mijn nieuwe ammo pakken. Oké, linkerkant. Ja, go for it. Weer onder water. Ik zit weer onder water. Dit is zo weird. Stop it, Sea of Thieves. Ik kan hem niet raken. Maar als je glitch weg is, heb ik een shot. Almost. Zeg, als je rechterkant. Tussen je rechterkant.
Waarom is dit in ons voordeel gebruikt met die steen? Wacht eens even. Ik heb gewoon gehit! Echt? Oké, okay, perfect. Ja. Oeh! Ik ben gehit. Oh, maar deze. Oké. Okay. We gaan dit nog linkerkant. Kan je vuren? Ik heb een steen. Ah. Oké, okay, prepare jezelf, want we gaan rechts om deze steen heen. Ja, we moeten even repairen weer, hè? Ja. We hebben even nu even niet. Wow, onder ligt best wel veel water volgens mij. Nevermind. Linkerkant ready, zodra je kan. Ja. Ik ben even aan het scheppen, maar ik weet niet waar het gat zit. Waarschijnlijk achter. Oh, zeg maar. Maar we hebben nu fire ready. Fire time. Ja. Alright. Ik zit weer onder water. Wat is dit, man? Ik kan je als je dit is zo weird. Zo ver. Ah, nu kan je waarschijnlijk niet meer dit, hè? Jawel. De beweging is. De rechterkant. Oh, oh, je hebt hem gehit. Dude, je hebt de rechterkant, rechterkant. Kan je hem fire en dan heb je hem waarschijnlijk een kill. Oké, okay, nu. Oh, perfect blijven. Zoveel als je kan. Ja, ik heb geen kogels meer. Woe! Kijk even achter. Als het daarop is, op ons heen gebolst, of niet? Ja. Kijk even goed achter. Oh, ze gaan meten, Ik ben ver. Ik ben hier niet bij de dinges. Ja. Yeah. Oké. Okay. Jeet. Ik ga weer naar de... Ik sta weer achter de kanon. Oké, okay, rechterkant. Ze gaan weg. Zinken ze? Nee, ze gaan gewoon weg. Oké, okay, cool. Vol gas erachteraan. Alright. Oh damn, deze battle. Deze battle is zo sick, dude. Holy okay. Shit. Alright. Nieuwe bullets pakken. We are not done. Yes. We are not done. Check even voor gas beneden en voor water. Ook al is waar de kapitein zit. Daar moet je ook goed checken. Achter de tafel en zo. Oké. Okay. Ik ben het water nu beneden allemaal aan het wegscheppen. Oké, okay, komt ie, rechterkant. Probeer je eruit te zijn. Nou. Oh, we gaan op elkaar inrammen. Rechterkant. Dit is de rechterkant. Oh, hier. Yeah. Oh, ze hebben het anker erop gezet. Ik sta weer onder water. Echt, jongen, wat is dit voor glitch? Oké, okay, keep going. Yes! Fire. Fuck, staan. Oeh, die is mis, oké. Okay. Nou. Oh, ja, je hebt het schip, perfect. Ja, nice. Ben ik hem? Ja. Nog een hit, perfect. Nog een hit. Helemaal hond, dat was goed laag. We hebben geen kogels meer nu. Nee, geen bullets. Nee, geen bullets meer. Dan gaan we boorden. Ik ga boorden, okay. Wacht, ik ga wel. Nee, maar ik moet ernaast staan. Wait, als ze I'm going. I'll make this main. I will do this. Waar zijn ze? Ik zie ze niet. Ze zijn aan het repairen beneden. You can do this. Ik zit er bijna op. Ik zit er nu op. Oh, ze staan bijna dood. Ik heb er eentje gekillt. Ja? Ja, one dead. Ze zijn aan het zinken volgens mij, hè? Ze zijn aan het zinken. Oh, wat ziek! Oh. Kom, oké, dat was outpost, waypoint op de outpost. Goodbye ship. Daar gaat ie. Oh, damn. Zet even waypoint op een outpost. Yo, ga doen. Damn, als dit niet sick was jongens, dan weet ik het ook niet meer. Doe natuurlijk een duimpje omhoog op deze video. Oh. Als jij het net zo sick vond als dat wij het vonden. Check ons schip. Holy shit. Dude, plunder outpost. We hebben wat water. Ik ga helpen. Ik kwam zeg maar beneden, Max, en het water stond letterlijk op deze ton. Op de hoogte van de wooden plank. Nee, we zijn echt gewoon goed gehit. Oké, waar moeten we heen? We hebben ze fucking goed gehit. Noordwest, zuidwest, noord. Ja, ik ben even aan het leeg scheppen. Maar volgens mij zit er nog ergens een gat, man, want er komt het water binnen. Maar nevermind, nu is het weg. Al het water is weg, ik ga even checken. Als jij gewoon even kijkt waar je heen moet, dan fix ik deze shit. Geen gaten. Nou, we're fine. Oh, hier. Ja, zie je. Wood required to repair hull. Dit is zo. Ah.
Found it, man. Hier is het dus een gat. Hier komt dat water net van binnen. Hehe. Maar Max, wat was dit sick, gat? Damn. Ik was zo geconcentreerd, hè. Dat wil je niet weten, jongen. Oh, man. Nice. Holy shit, was dat nice. Ja, we hebben ze echt kaart aangepakt. Oh, wij raakten. Zij misten gewoon. Maar die outposts moeten wel echt weer even... Of outposts moeten echt weer eventjes cannonballs fixen. Ja, ik hoop dat zij er niet zijn. Zeg maar, want dat zijn we heel doomed. Dus dat moeten we echt gewoon... Want we kunnen ons niet defenden. Yes we can. Ja, maar die kunt ons schip, zeg maar. Ons schip is... Zal ik anders eerst als soort van lookout eventjes gaan kijken of het safe is? Sure, maar ik moet tussen die twee bergen zien door, of is die hele hoge punt hier dan? Check. Volgens mij is die hele hoge punt namelijk. Nu... Je gaat er nu gewoon recht op af. Ja, als je rechts gaat, dan ga je er rechts op af. Ik zie hem. Naar rechts. Ja, het is met die hoge punt. Okay. Yes! Oh, dude, what the fight! Ik moet er gewoon nog steeds een beetje van bij komen. Holy damn, jongen! Het was intens, joh. Die rots. Die rots. Gebruik die rots als voordeel. En jij was. Je vaarde wel echt goed, hoor. Je was wel echt goed aan het varen. Holy sankers. En ik zat best wel te rammen, volgens mij, met die kanonnen. Perfect. Jij zat alleen maar heen. Ik zag jou alleen maar heen en weer. En dan beneden, dan naar boven, dan beneden, dan vuren, dan rennen. Ik was echt constant bezig, joh. Ik was constant bezig. Dit was zo episch. Holy shit, dit was het epic. Max, het is ergens tijd voor. Yes! Yes! Oh, we hebben dit gewoon verdiend. Even lekker muziek spelen, want... Holy knijters, wat was dit epic! Dat waren gewoon online mensen voor de duidelijkheid. Ja, dit waren inderdaad, voor de duidelijkheid, dit waren geen NPC's of zo. Dit waren online guys die wij gewoon hebben gedemolished. En dit vinden ze waarschijnlijk helemaal niet vers, dit vinden ze niet grappig. Maar hey, we hebben het bijna sick gedaan. Ook nog, hè? We hebben het zo sick gedaan en we hebben nog steeds onze 4 kisten. Zij hadden helaas niks, voor zover ik kon zien. Want ik ben natuurlijk heel veel op een schip geweest om die gast vol te chargen. Maar één van hem was al dood, hè? Of niet? Ja, één van hem was al dood. Ja, weet je hoe dat komt? Ja, waarschijnlijk. Jij hit die kapitein echt volledig op zijn kop. Ja, dus ik heb er 2 gekillt. Holy shit, dat is best wel epic besef. Dat ze allebei gewoon de demolished hè. Jij was gewoon de captain en ik was de aanvoerder, de commandant. De oorlogscommandant. Zij zelf ook. Ik zal de zijde doen. Ja. Links stuur, Max. Nee, we missen. Dat je hem perfect langs legt, dat is ook mooi. Alright. Almost there. Ik zou hem omhoog. Yes, door. Een anker erop te rijden, denk ik. Ja, goed, dan. Jeet. Perfect. Ah, clean. Okay, alright, zal ik eerst op de lookout gaan of gaan we gewoon... Nee joh, er staat geen schip. Er staat geen schip, dus. Dat is fijn. Alright. Let's get it, man. Dus jongens, nu wat wij nu gaan doen is de kisten verkopen aan die guy. Ja, zo'n guy die zit in een hockey. Waar je de voice kocht gewoon. Ja, waar ik de voice heb gekocht inderdaad. Dus waar ik de schatkaart heb gekocht. Daar gaan wij nu weer de kisten inleveren. Daar krijgen we lekker geld voor en experience, oftewel XP om te levelen. Dus ja, super nice. Marauders, kijk eens aan, daar zit hij. En nog eentje, alstublieft. Hoeveel krijgen we voor die Marauders? Marauders. Die moet wel duur zijn, dat is zo'n groot zit erop. 1, 2, ja, jeet! Hey, dat was money. Alright. No mini! Nee, die komt zo alweer. No mini! Nee, die komt zo waarschijnlijk wel. Oh! Hoop het! Oh, Sea of Thieves! Wordt toch niet opgelicht, hè? Of wel? Ja! 175! There you go! 175 krijgen we voor die ene kist, dus voor die dure zaakstekens. Neem je de andere. En daar krijg je 84 voor, oké. Okay. En deze, ook nog. En nog eentje verkocht als het blaft. En dan gaan we weer even met Harry de Hoarder praten. What do you want? Zo, wat een stem heb jij, moet je horen. Komt-ie, let op. Wow, let op. What do you want? Wat maar, we zijn al... Dit was het, neem ik aan. Onze epic battle van vandaag. Yes, but hey, ik wil nog even een voice kopen om te teasen, oké? Okay? Yes. Om te teasen voor het volgende... Piraatavontuur Max en Nick. Hey, ik kan nog eentje kopen. Grants Access to Bucko Voyages. Dan moet ik 520 lappen. Maar dan krijgen we nog betere Voyages. Damn. Is that something we should do? Sure. Alright. I mean, it's fine. Yeah. Continue. Kijk, nu heb ik een voice van 141 muntjes. Damn. Hij heeft echt gewoon een Emerald Eye. Dus,
Die ga ik eventjes kopen. Hoppakee. Zo, de Voyage is gekocht en die bestaat waarschijnlijk uit superveel delen. Moeten we hem in het schip zetten? Oh ja, moeten we eerst in het schip zetten natuurlijk. De Apple Jump. Dat is ver. Dat is ver. Dat is ver. Wow. 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 Ja, jee! Oh. I forgot to jump. Nice. Alright. Voyage. Jeet. En fout. Ik wil eens even kijken waar deze... Oh, 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 oh. Drie riddels en een map. Jolly Roger. Oh, holy shit. Oeh. Nou, het is dus een map met één schat en drie riddels. Deze bestaat uit vier delen. Holy damn. Deze bestaat uit twee delen. En deze bestaat uit ook twee delen. Dus dit wordt beloofd veel goeds voor de volgende Sea of Thieves aflevering. Hopelijk zijn de kijkers er allemaal weer bij. We spelen nog even de sad music omdat we gaan afsluiten. Oh. No. No. Yes. Nee, dit is not it. This... No, no. 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 Yes. Yes. This is the one. Dus, beste kijkers, bij deze wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar de Sea of Thieves video. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En wil je hem nog eventjes belonen met een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Check ook Max's kanaal in de beschrijving. En check jullie weer bij de volgende video. Bij de volgende Sea of Thieves video. Wees erbij. Tot de volgende keer.